maar met mijn auto naar de parkeerplaats. En ik werd gefilmd door de beveiliging. Ik liep door de gang met een minderjarige. Ja, dat is ook. Die kwam ook met de auto. Ja, die kwam ook met de auto. Die werd gebracht door de vader. Nee. Ja, een jeugd. Welke vader brengt nou een minderjarig meisje naar Van de Valk? Wat dacht je van Johan? Die deed het toch ook? Ja, Jan, hoe is het met jou? Het gaat geweldig goed. Ja? Want je hebt geweldig nieuws gehad. Nou, hè? Ik heb geweldig nieuws gehad. En dat is niet zomaar nieuws, maar geweldig nieuws. Ja, een scoop. Ja? Ja, ik vind het wel een scoop. Ik vind een echte scoop een keer een mooie scoop voor een jou. Een positieve scoop. Ja. Dat mag ook wel een keer, hè? Ik had het niet verwacht. Ik geloof het eigenlijk niet. Nee, dit is nog echt waar. Ik geloof het nog steeds ook niet. Komt-ie. Scoop. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus... Oeh, jij kon het aan als een vrouw die verkracht wordt. Nee, om alvast in de scoop te komen. Oh, ik snap het. Ja. Nee, ik snap het. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Ja, nee, ja. Nee, maar ik bedoel, zak maar in de stront. Of stront maar in de zak. Ja, nee, ik begrijp het wel. Ga maar weer naar de scoop. Ja, maar jammer dat, ja, dat het niet uitkwam. Gewoon, ik vind het niet leuk. Hoezo niet? Ja, dat kan toch? Ja, de scoop, de scoops. Het is niet te geloven. Ik heb post gekregen van het Openbaar Ministerie. Ja, maar we willen hem nog wel even warm maken. Want het was natuurlijk op Koningsnacht. Had jij een hele wilde Koningsnacht. En was jij te lijf gegaan? We mochten het eigenlijk niet meer over hebben. Want dat had je aan die mama beloofd. Dus hoe kan het eigenlijk dat wij nu toch weer over jouw familiezaken gaan praten? Want even wacht, het was niet Koningsnacht. Koningsdag. Ja. Nou, dat is een verschil. Ja, ja. Omdat ik dus post heb gekregen van het Openbaar Ministerie. En meestal als ik die op dat matje krijg, jij ook. Ja, dan zijn we bang. Hm. Dan denk ik, waar worden we nou weer voor aangeklaagd? Is het niet zonder mol van Amke Louise, dan zullen we wel weer aangeklaagd worden voor iets anders. Ik deed de envelop open en er stond in... Hou hem nou heel even vast. Wie moet ik vasthouden? Al. Ja, ik wou nog even naar het instaatje. Oh! Want het werd natuurlijk groot nieuws. Het werd heel groot nieuws. Het werd helemaal geen groot nieuws. Ja, het werd landelijk opgepakt. Nee, het is helemaal niet landelijk opgepakt. Het kwam een shownieuws. Ja, dan is het dan niet per definitie gelijk landelijk opgepakt. Nou, je shownieuws is een landelijke zender. Ja, maar landelijk opgepakt vind ik dat het echt breed uitgedragen is. Misschien nu eens nog. Daar hoop je stiekem op, toch? Ja, laat het open, ja. Jan Roos, die we natuurlijk allemaal kennen als ex-journalist. Hij is ook nog in de politiek geweest. Roos Noord. Roos Noord. Ja, dat zegt natuurlijk niks, hè. Ik bedoel, misschien heet haar vader wel Noord en zijn moeder. Dus die zijn een volle neef en nicht. En klopt niet helemaal, het is zo dat zij echt zwaar gebrouilleerd zijn. Jan is natuurlijk ook wel een beetje een pestkop. Zij is, ik vind haar soms ook best een beetje zurig. Dus dat clasht wel eens. En nu is het op Koningsdag iets heel vervelends. Gebeurt, want daar is hij in Bergen de vader van Saskia tegengekomen, Jan. En Jan heeft toen een muilpeer gekregen van haar vader. Die sloeg gelijk toe, echt vol op zijn muil. En dat is ontaard in een enorme worsteling en een vechtpartij, waarbij de vader van Jan of vader van Saskia uiteindelijk in het ziekenhuis tegengekomen is. Nou, Jan heeft op zijn beurt weer aangifte gedaan, omdat hij zegt, ja, die vader sloeg mij als eerste. Maar dit is echt een soort dieptepunt in de relatie die ze hebben. Zij hebben al sinds 2016 veel mot. Vooral op sociale media zijn Saskia en Jan elkaar altijd aan het bevechten geweest. En op een gegeven moment heeft Saskia ook gezegd, ik ga nu ook echt helemaal geen aandacht meer aan Jan besteden. Zo is dat. Jan doet dat op zijn beurt weer wel. Hij heeft natuurlijk ook roddelpraat waar hij natuurlijk vaak volgens mij ook over zijn nicht praat. En zij zegt, hij is een leugenaar. Hij heeft allerlei privé-informatie over mijn ouders op Twitter gezet. We hebben haar nog even naar gevraagd. Ja, kijk. Het gaat heel goed met mijn vader, hij is hier ook. En verder, ja, vieren we nu mijn boek. En wil ik daar gewoon niet zoveel over zeggen. Maar het gaat goed met hem. Hij heeft het overleefd, zullen we zeggen. En ja. Jan Roos is niet uitgenodigd. Nee, die is niet uitgenodigd. Nee. Dat is wel Jan. Wat? Toch? Ja, Saskia. Ach, die heeft in tegenstelling tot jou wel altijd succes gehad zakelijk. Dat is waar. Noem eens nou één boek van haar wat niet verkocht.
Nou, weet ik niet. Maar, alles is wat zij maar gezegd heeft. Maar ik weet niet welke rol je wil aantrekken, want jij bent de meest succesvolle van jouw familie. Moet je nagaan hoe kut de rest is. Maar nee, die vrouw heeft miljoenen boeken verkocht. Dus succesvolste van jouw familie. Nou, dat niet. Maar zij heeft in ieder geval miljoenen van boeken verkocht. Dat is hartstikke krap. Maar de grote grap is dus, haar vader heeft de aanslag overleefd. Volgens Guido de Natrekker had hij in het ziekenhuis gelegen. Is helemaal niet waar. Dat heeft zij verzonnen. Zij heeft toen een bericht gestuurd. Jan is een vrouwenmepper. Nooit gedaan. Hij zit in het café en hij heeft helemaal geen aangifte gedaan. Wel gedaan. Mijn vader ligt in het ziekenhuis. Is hij nooit geweest. Dus het is allemaal zoals alles bij de familie Noord aan elkaar gelogen. Enfin. Dus ik heb aangifte gedaan. Want ik krijg zomaar een klap voor mijn bek. Dat is nog een beetje raar, niet? En zij wordt dan geïnterviewd. Gaat het met hem? Hij heeft het overleefd. Enfin, het Openbaar Ministerie heeft dus nu aangekondigd dat ze een zaak tegen hem beginnen. Hij moet voorkomen. Ik ben gevraagd om mijn schadevergoedingen in te vullen. Dus ik ben helemaal geen verdachte of dader. Ik ben slachtoffer van een klap van haar vader. En de grote grap is, die mensen hebben het aan iedereen verteld, ook bij ons in het dorp, dat ik hem zomaar ben aangevallen. Er zijn echt mensen die ik mijn hele leven ken, die me sindsdien gewoon niet meer eens aankijken. Enfin, hij moet dus nu voorkomen. En ik ben het slachtoffer. Dan hebben we dat, uit de wereld. Nou, dat is, ik vind het, ik had het niet verwacht. Succesje. Nou, kijk, je weet heel goed, toen jij in je bek werd gestoken, er werd niet echt onderzoek naar gedaan. Nee. Toen ik een keer voor mijn huis helemaal aan puin ben geslagen, is er niet echt onderzoek naar gedaan. Toen ik een keer mezelf verdedigde en een van de knaap met allemaal jongetjes die me aanvielen, dat was goed onderzoek. Ben ik veroordeeld geweest. Dus mijn gevoel met het Openbaar Ministerie, dat ligt niet even lekker dat ik het idee heb dat ik gewoon eerlijk behandeld word. Dus ik had in deze verwacht dat het geseponeerd zou worden, of dat die mafketels nog gelijk zouden krijgen. Mijn tante heeft notabene een valse getuigenis gegeven in die hele zaak. Ja, want die zei daar te zijn, maar die was er niet. Nee, toch? Die was er helemaal, die heeft het allemaal niet gezien. Maar goed, dat heeft ook niet echt helemaal geholpen in de zaak, neem ik aan. Is dat ook geen leuke vrouw? Nee, die mensen zijn allemaal verschrikkelijk. Het kan altijd zijn, als je nou stomme om hebt, dat tante toch meevalt. Nee. Het zijn allemaal hele haatdragende, kwaaie mensen. En die hebben op een dag besloten om met z'n allen, want ze doen het dus met z'n allen, boos op mij te zijn. En ja, ik ben er liever van af. Ik wil ook dat ze me met rust laten. Ik heb ook een omgangs, zo'n contactverbod gevraagd. Oh. Ja, en dan vragen ze natuurlijk af, hoe gaat het met Saskia Noord? Want het is natuurlijk niet leuk als zo'n enorm succesvol schrijfster. Ik heb veel boeken van haar gelezen. Het is ook een beetje voor jouw niveau geschreven. Ja, een beetje voor de slecht opgeleide mensen die weinig leest. Ja, maar het gaat goed met Saskia, want ook Saskia heeft nieuwe plannen. Saskia gaat samen met Stella Bersma en hun band, de Flaming Vulva. Ja, de brandende kutjes. Ja, dat is echt niveau. Hoofdniveau. Ja, het theater in het stuk Ubeschreiblich Weiblich. En dat betekent onbeschrijfelijk vrouwelijk. Zeker. Ja. Staan ze stil bij de vraag hoe het is om vrouw te zijn in deze tijd? Ja, dat is een hitje van Nina Hagen geweest. Okay. En dat was de extra van Herman Brood. Maar ja, dat is allemaal algemene ontwikkeling en daar kan ik jou niet mee lastigvallen. Maar de Flaming Vulva's, dat is wel grappig. Want die vrouwen zijn 56 en 53. Volgens mij flamen die vulva's al heel lang niet meer. Volgens mij kunnen ze beter de dry doses zichzelf noemen. Nou, ze heeft wel ooit letterlijk een Flaming Vulva gehad. Als ik dat af en toe zo haar interviews las. Oh ja? Ja, toen ze slachtoffer was. Dat is inderdaad zo. Maar met deze twee vrouwen zou je beter de Zure Slotenshow kunnen noemen. Want godverdomme, niet te geloven. Ja, Saskia en Stella bespreken en bezingen. Kan ze ook zingen? Thema's als bodyshamen. Oh ja. Ja, bodyshamen. Ja, bodyshamen. Oh, dat is wel grappig. Abortus. Och, jeetje. Ouderschap. Ja. Politiek. Och. En romantiek. Nou, hartstikke leuk. Ik ga kaartjes kopen. Ja, dat leuk. Ja. Dat is leuk. Maar ja, haar vader is er waarschijnlijk ook. Ja, maar ja. Ja, dan wordt het even wachten. Maar ja, als hij dan een contactverbod heeft met jou en jij komt die zaal in, moet hij weg. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. En jij ook. Ja, dat is allemaal mooi. Dan zit alleen jij daar in die zaal om daar Stella te krijgen. Ja, ga ik op de voorste rij zitten. Ja, mooi. Is er maar in. Ja, goed idee. Staat er maar in, Flaming Vulva. Ja, oh, dit is de Stinking Vulva. Ja. Nee, maar dat is toch niet te geloven. Die meid is daar bekend, omdat ik was mijn kut niet. Dat je denkt, dat je dat op laat schrijven in de Volkskrant. Maar dat weet je wat het is?
dit zijn oude, eenzame, zure wijven. Die zitten allemaal tegen de 60 aan te schurken. Ze zijn allemaal vrijgezel. Geen vent die gaat zijn vingers eraan branden. Want het zijn niet eens alleen flame en vulva's. Maar ze hebben ook verschrikkelijke karakters. Zij vragen zich af wat een vrouw eigenlijk is en wat de maatschappelijke positie van een vrouw is. Nou, een vrouw is over het algemeen tegenwoordig vrij irritant. Ja. Ja, vroeger was het een tijd dat vrouwen nog gewoon luisterden. Maar zelfs in... Nee, maar dat jij bent natuurlijk, als we het over oerpraat hebben, jij vindt dat vrouwtjes achter het aanrecht moeten. Zo ben ik helemaal niet. Ik doe zelf het huishouden, ik heb daar een vrouw niet voor nodig. Maar de doorgeslagen emancipatie, feminisme, dat vrouwen mannen alleen maar aan het afzeiken zijn. Terwijl wij, als wij stoppen met doen wat wij doen, namelijk hun vreet te geven in de straten maken waar ze op fietsen, dan is het afgelopen. Dus ik vind dat anti-man gedrag van die mensen zo vreselijk vermoeiend. Want ze kunnen helemaal niks zonder mannen. Nou ja, goed, dat. Maar wat ik nog wel wil zeggen... Je wil me feliciteren? Ik ben blij voor jou, dat heb ik al gezegd. Alleen wat ik wel wil zeggen is dat het natuurlijk wel jammer is... het zoveelste dieptepunt in jullie familie. Dat is dus zo publiekelijk allemaal zo moet. Vind ik jammer. Ja, vind ik jammer. Je zit zelf aan de boel dat het op te rakelen. Ja, maar daarna kan ik er wel zeggen dat ik het jammer vind. Ah joh, kijk, kan mij schelen. Bij ons in de familie hebben wij respect en fatsoen... nog hoog zitten. Ook weer waar. En dan, dan was ik dit weekend weer bij onze sterjuridische man. Onze steradvocaat. Hij is geen advocaat. Hij is geen advocaat. In Leeuwarden. Omdat hij mijn zaak doet tegen Natasha Dragic. Ja, ik ben alias Soefdaas. Jij zegt het. Ik zeg niks. En, want die zaak die binnenkort in de rechtbank in Rotterdam. Sterker nog, ik wacht op de datum, maar waarschijnlijk al in oktober. Oh jeetje, wat snel. En die had zo'n pakket ingeleverd en en die wil nu 35.000 euro van vorige week was het 25.000. Ja, ik had het dus verkeerd. Ze had direct boos bericht naar bepaalde kanalen. Dat ze, omdat haar psychologische kosten er ook nog bovenop komen, dat het 35.000 was. Nou, dat vind ik een normaal bedrag voor hetgeen wat jij eraan hebt gedaan. Soef. Voor 17.500 euro wat Dennis de hele zaak afkopen. Nee. Ja. Nee, wij eisen 25.000 euro en hebben zoveel getuigen. Jij hebt het ooit gezegd in de zaak. Dat viel niet helemaal goed. Maar we hebben 100.000% bewijs. Ken je die uitspraak van jou nog? Ja, dat weet ik. Dat heeft ons heel veel geld gekost. Ja, maar nu heb ik het. 100.000% bewijs. Oh, yes! Dus ik heb met Johan het hele weekend... zitten typen, zitten doen en ja. We gaan ervoor. En het was weer heel gezellig met jou. Ja, want ik kan je één ding vertellen. Van dit verhaal geloof ik eigenlijk helemaal niks. Want ik heb tientallen berichtjes gekregen uit Leeuwarden. Daar was jij. Dat jullie je verschrikkelijk hebben misdragen in de kroeg. Ik heb fotootjes gekregen van jou, jij, Johan en een jongen. Maar ik heb verhalen gehoord. Punt 1. Nou, je was natuurlijk weer aan het tongen met iemand die misschien de volgende ochtend een krantenwijk moest lopen. Dat is niet waar. Het was verschrikkelijk om aan te zien. En het allerergste vond ik van het hele verhaal was dat ik... Uit twee, maar misschien wel uit 8 bronnen heb vernomen. Dat jij en onze juridisch adviseur, ome Johan, volledig doorgesnoven waren. Jullie waren helemaal doorgepegeld. De krijtstrepen zaten op je snor. Jullie waren echt, het Colombiaanse marcheerpoeder liep uit je oren. En dat vind ik angstaanjagend. Ik zal eerlijk mijn verhaal doen. Ik heb dat even met Johan overlegd hoe we dat gingen doen, maar daar komt-ie. Ik ging inderdaad wel naar Johan voor die zaak, alleen we gingen ook een avondje uit. Nou, ik zal het hele verloor vertellen. Ik kom aan bij Johan en Johan zei, we gaan even naar de mediamarkt. Hallo! Mediamarkt? Ja, we gaan naar de Mediamarkt. Zit tegenwoordig de plaatselijke dealer in Leeuwarden bij de Mediamarkt? Laat me nou, dat gaat helemaal niet om. Iedere keer dat kook gebruikt, man, jij hebt vroeger zelf heel veel kook gesnoven. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel waar. Hoe kom je erbij? Wel waar, omdat je me dat hebt verteld. Dat is helemaal niet waar. Jawel, en toen ging iemand dood en toen ben je ermee gestopt. Nou, was niet veel, was een beetje. Ja, nou, dat bedoel ik. En dat begrijp ik op zo'n ervaring, maar ik had dat nog nooit gedaan. Tot dan. Johan en ik gingen naar de Mediamarkt. Dus je hebt wel gesnoven. Daar kom ik zo op terug. Wat deed je bij de Mediamarkt? Nou, dan ga ik vertellen. Johan die kocht voor zichzelf een spelletje voor de PlayStation. Dan moest hij nog... Die man is 70! Nee, 50. Dus die kale knar, die zit de PlayStation en te snuiven. Nee. Drinkt hij ook Red Bull? Nee. Nou, wij gingen naar de Mediamarkt en achter die kassa... En dat weet ik dan al zo met Johan, want Johan en ik zijn liefhebbers van vrouwen. En achter de kassa zat een dame met... Van onder andere vrouwen.
van met een klein beetje zo'n roze plukje en een piercing. Dus ik liep met Johan zo terug en toen wist ik nog dat ik tegen Johan zo zei, terwijl ik de hele tijd zeg, Johan, hè, wat zeg je ervan? Nou ja, dan praat Johan en ik een beetje over vrouwen, want wij hebben kennis van vrouwen. En Johan staat erin, zoals mij, ben dat door wanneer zoals ik een goede vrouw is of niet, wanneer een vrouw nog snapt hoe een vrouw zich moet gedragen. Ja, ik mag dat voor jou niet meer uitleggen. Ja, maar, nee, maar dit is verschrikkelijk. Maar, dus je gaat nu in een verhaal waar je gaat uitleggen dat je met je 50-jarige juridische adviseur doorgesnoven meisjes van 16 zitten tongen op in een plaatselijke disco in Leeuwarden, hoe een iemand zich moet gedragen. Je bent, nou ja, het morele kompas van Dennis. En daarna gingen we dus de stad in. En ik sta er met Johan op. Shotjes. En hartstikke leuk. In je mondje of in je neus? Nee, in mijn mond. In de mond, shotjes. En er kwam uitgerekend dat meisje van die Mediamars kwam erin. Hou nou op. Ja. Met die bierzik in het roze plukje. Ja, precies. Ongelooflijk wat dat. We denken, nou, leuk zijn we de Mediamarkt. Ja, leuk. Dat klopt. Leuk. Ja, die woonde ook heel lang in Leeuwarden. Ja, hoe is het met hem? Ja, dat weet ik niet. Die was er niet. Maar woont hij er nog steeds? Dat weten we niet. Leuk. Ik mis hem. Ja. Guus Smit, als je dit hoort, stuur eens een berichtje. Ja. Of laat een commands achter op roddepraat.nl. Ah. Nou goed, en zij kwam eraan. Shotjes. Met haar. Ja, en drinken. En zij om 2 uur was ik al over mijn top. Dus ik zeg, ik ben kapot. Ik zeg, we gaan naar huis, Johan. Ik heb te snel gedaan. Oh, nou, dat is toch jammer. En dan zegt dat meisje, ik heb er een oplossing van. Dan doen we tussendoor een miauw. Hè? Zeg ik, ja, een miauw. Nou, miauw, ik wist toen weer wat het was. Dat is een kat. Een soort van fake coke is dat. Fake ja, coke? Ja, dat is 2 cb of zo van die nepcocaïne. Van die vitamine. Oh, ja. Jezus Christus. Dus dat is... Dat is echt die designer drugs. Ja. Dat is hele goedkope coke. Ja. MC3 of zo. Ja, zoiets, dat sowieso. Zoiets. Ja. En nou, dat heb je gebruikt? Nou, daar kom ik nou. Ach, dan word je nog gekker van dat jou was. Dus zij gaat, ik zeg, dat doe ik niet. Ik heb nog nooit gesnoven, is ook echt waar. Ik had toen nog nooit gesnoven. Ik zeg, maar als je dat wil, dan moet Johan meedoen. Ik denk, die gaat dat nooit doen. Dan moet je naar Johan. Dus zij zegt tegen Johan, die wil jij aan de bar stond, zoiets, ah, wil je met jou? Wat? Wil jij met jou, met jou? Was, zij liep achter Johan aan naar buiten. En nou, zij pakt zo'n zakkie, fietssleutel erin. Zo zij snapt. Ik zeg, ja, ik zeg, Johan, ik zeg, dan ben jij nu. Want, ja... Nou, ik denk, dat doet hij niet. En snuifie, zakkie. Jongens, dus toen moest ik wel. En ik kan je vertellen, dus ik pak dat en dan... Ja, je bent heel dronken, gaat iets maken, maar ik was wel bang. Want ja, niet bij iedereen in de familie liep dat altijd goed af. Dus, nou, ik doe het. Branden. De flaming noses? Ja. Branden in de neus. Ik denk, oh, wat verschrikkelijk is dat. Zeg, we staan echt zo stil. Nou, daarna ging het wel weer een half uurtje. Kon je weer even... knallen, zeg maar. Maar na een half uurtje zak je ook weer volledig in elkaar. Nou, uiteindelijk... Heb je toen nog een nieuw miauwtje genomen? Nee. Maar, en dan ga je naar bed en dan word je wakker. En dat wil ik wel echt tegen de mensen zeggen onder het kopje don't do drugs. Slecht dat je ervan bent. Je hebt dan van die katers, dan word je wakker met de hoofdpijn. Maar nu heb je ook katers, dan ben je verdrietig. En dan wil je wel dood. Zo slecht voel je dan. Dus ik doe het nooit meer. Maar inderdaad, die berichtjes zijn rondgegaan. Het klopt. En... nou ja, u ziet het hier. We hebben een fantastische avond gehad. Dan gaan we door naar de Meilandjes. Ja. Want de Meilandjes die hebben allemaal een boek gekregen. Hè? Martin, Maxime en Erika. En die boeken zijn natuurlijk verschrikkelijk. Is het niet dat die geschreven zijn... Die zijn fantastisch. Door jouw kontkameraad. Kontkameraad? Jan Dijkgraaf. Hoezo is dat mijn kontkameraad? Ja, omdat... Jan Dijkgraaf kan bij jou nooit wat fout doen. Jan Dijkgraaf is een maat van mij. Ja, nou ja. Maar dan niet gelijk een kontkameraad. Nee, maar... Het is niet dat ik filmpjes heb dat ik aan het tongen ben met Jan Dijkgraaf. Ja. Ik heb overigens wel filmpjes van jou dat jij aan het tongen bent met een barkeeper. Ja. Nee, het is een aardige man. En die heeft gewoon een hele succesvolle leuke boek geschreven over die succesvolle familie. Ja, ik kijk die bagger niet, want die hele familie in mijn land interesseert me geen reet. Maar dat boek las je wel. Nee, ook niet. Oh, niet omdat Jan hem heeft geschreven. Nee, in zit me gereed. Nou ja, en nu is er dus ook... die zijn dus gebrouilleerd met hun huisvriendin Caroline. Ja, zo heet die vrouw. Ja. Maar wat doet de naam Caroline met jou dan? Ja, dat is zo weer mijn vaders vriendin ook. Oh, met dat kortpittige kapsel. Nou ja. Die jou toen bij het ziekenhuis heeft geweigerd. Hoe is het met jullie tegenwoordig? Gaat het beter? Nee. Wat, niet? Nee, gaat niet goed. Nee? Nee. Mag je wel weer thuiskomen daar? Nou, ik heb discussie met mijn vader gehad van, lastig, want Caroline is er misschien nog wel om 5 uur. Caroline, laat mij je poesje nog eens zien, Caroline.
Laat mij je doosje nog eens zien, Carolien. Oh, wat krijgen we nou? Het is zo verdrietig nou. Marcel, dat kan misschien. Als jij je tientje laat zien. Nou, nu ben ik niet meer welkom. Nee, dit gaat mis. Dit gaat mis. Jij doet nou net of Carolientje een soort hoertje is. Nee. Jawel, want jij zegt, Marcel, geef mij een tientje, dan mag je mijn poesje zien. Dus dat vind ik jammer. Marcelleke, je weet, wij hebben met elkaar een goede band. Wij zijn vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag of zo, weet ik veel. Ik vind het vervelend dat Dennis over jouw vriendin Carolien zegt dat ze een prostituee is. Nee, dat zeg ik niet. Nee, je zegt dat ze voor een tientje een kutje laat zien. Nee, ik zeg alleen, en dat geldt wel voor meer vrouwen, dat Carolien mogelijk geen interesse had in mijn vader als mijn vader een uitkering zou hebben. Maar kan je dat haar kwalijk nemen? Want je vader is, nou ja, laten we zeggen, een dronken kaasboer. Dan is het toch interessant dat de man geld heeft. Nou ja, het is heel knap wat hij zakelijk voor elkaar heeft gekregen. Zeker. Ja, ontzettend knap. En een aardige man. Ja, maar en een aardige man. En een ik aardige vind Marcel een aardige man. En ik ken niemand met zoveel vrienden als hem. En niet alleen dat. Ja, het is wel allemaal een beetje van het is een soort sociale werkplaats, dat café van hem. En ze krijgen gratis bier, al die mogaltjes. Dus ja. Nee, volgens mij moet ik af en toe wel iemand een kratje mee nemen. Ja. En laten we wel zijn, je kan heel veel over Marcel zeggen. Maar die heeft toch zomaar aan een stageplaats geholpen. Daar gaan we het niet over hebben. Werkt hij nog op de kaarsstal? Meer dan dat. Martien en inderdaad en Carolien. Martien. Laat mij je poepertje eens zien, Martien. Ja, daar gaat het inderdaad over. Laat mij je anusje eens zien, Martien. Doe je dat op een parkeerplaats misschien? En daar leek het op te lijken, want die Carolien komt dus nu met een boek. En een boek daar heeft... leek het op te lijken, daar leek het op te lijken. En die Carolien komt nu met een boek. Carolien, de verbannen huisvriendin uit Château-Meiland. Oh. Ja. Carolientje stond aan de kant. Ze deed niet meer mee met Château-Meiland. Dan kunnen we wel een soort van musical beginnen. Zeker. Vind je dat leuk, musicals? Nee. Dat vind ik ook het ergste van. Het spookt hier in de opera. Nou en? Ja. Weet je wat ik ook zo raar vind? Je hebt de musical over de Tweede Wereldoorlog, Soldaat van Oranje. Ja. Dit is al 12 jaar aan de gang. En ieder jaar roepen ze de laatste keer. De laatste keer. 2,5 jaar langer dan die hele fokkende oorlog. Is die scheidmusical bezig? Ja. En we weten gewoon aan het einde al. Je gaat erheen. Niet met het idee van, wie zal er winnen? Ja. Ik ben er één keer geweest, moet ik eerlijk zeggen. Heel vroeger in Carré te Amsterdam. Oh. Naar de musical Cats. En er zijn mensen verkleed als katten. En die... Die hebben een heel verhaal. Ik kon niet eens heel goed volgen, ik was heel jong. Maar die katten die gingen ook dan, waar mensen zaten, gingen ze dan ook rondlopen. Waaronder voor mij een kat zat. Een hele dikke kat. Ik heb echt helemaal geen fuck van die hele musical gezien. Dus dat is een hele vieze, een zweetruftende kat voor mijn neus te galmen. Nee, ik vond het verschrikkelijk. Ja. Nee hoor, ik hoefde het niet heen. Ik was bij Kakatoe, maar dat was van school. Dat ging over een vogel. Ja. Goh, Kakatoe, was dat niet gewoon van de Valk? Nee. Oh. Anders, daar kan ik ook een musical over maken. Ja, dat zou wel mooi zijn. En ik reed daar met mijn auto naar de parkeerplaats. En ik werd gefilmd door de beveiliging. Ik liep door de gang met een minderjarige. Wat? Ja, is dat zo? Die kwam ook met de auto. Ja, die kwam ook met de auto. Die werd gebracht door de vader. Nee. Ja, een jeugdprostituee. Welke vader brengt nou een minderjarig meisje naar Van de Valk? Wat dacht je van Johan? Die deed dat toch ook? Ja, ja. Is toch wel zo? Die heeft toen zijn stiefdochter aan jou verhoerd, zo'n beetje. Ruim volwassen. God, die is knap geworden, die meid. Die kijkt nou niet meer naar mij om, maar die is echt mooi. Maar ze wil Johan ook niet meer zien. Nee? Nee, een beetje Johan en ik hebben vaak... Zij was die meid die bij hem schoot kwam toen ik Sinterklaas was. Ja, precies. Ja, Johan werd ook op en erbij van het tableau geschrapt toen ik zeg maar mijn baan bij Poot verloor. Dus wij zitten echt in één lijn met elkaar. Ja, jullie zijn nou samen begonnen aan nepcocaïne snuiven. Ja, top. Ja. Gaat heel goed met jullie. Ja. Enfin, hoe eindigt die musical met Van de Valk dan? Dat we ook nog wat positiefs eruit halen. Hè? Ja. En toen liep ik te kuchen.
Zij betaalde 10 ruggen. Ja, ze met 10.000 euro schadevergoeding betaald. Mocht ik nooit vertellen. Maar in de musical mag dat wel. Want het kan ook fictie zijn. Ja. 10.000 piek. Nou, ik ga niet vreemd. Nog nooit gedaan. Maar stel nou dat ik bij motel aangesloten zal liggen te wippen. Film mij. Maar goed, Carolien van de Bijlaantjes. Wat is er met de wijf? Die heeft een boek geschreven. Ja, nou, die heeft nou Chateau, ook een boek geschreven. Of Chapeau. Ja, Carolien had geen geld meer. Was altijd dus een huisvriendin. Verbannen huisvriendin uit Chateau Meiland, ze noemt zichzelf. Neemt zo'nzelfde foto als de rest. En dat boek, dat moet nog uitkomen. Maar wie heeft als eerste een passage uit dat boek, Jan? Dirk van den Broek. Nee, dat weet jij. Wie heeft als eerst gebracht een gedeelte uit dat boek? De Lady Chief. Ja, Wilbert Gené. Godverdomme. Ja, wat niet zo gek is, want een vriendin van hem, waarschijnlijk geeft hij af en toe ook wel een beurt. Die heeft dat boek geschreven. Van Wilfred? Ja. Oh, nou, dat weet ik dan niet. Maar ja, goed. Maar ik dus blijkbaar wel. Erika zit samen met Carolien en Martien op de bank. En dan vraag ik Erika op een gegeven moment aan haar man. Je hoeft niet in detail te vertellen wat je uitvreet, maar leg nou eens wat er gebeurt als je daar aankomt, vraagt Erika op zo'n parkeerplaats. Nou, Eer, dat is zo spannend. Ja, je moet het eigenlijk met zo'n piepstem doen, hè? Je parkeert, stapt uit en loopt de bosjes in. En weet je wat me opviel? Dat er veel auto's staan met kinderzitjes op de achterbank. Je gaat dus de bosjes in en dan loop je rondjes. Onderweg kom je mannen tegen die daar ook rondjes lopen. En als je iemand ziet zitten, geef je een knikje, want praten mag niet. Als die ander jouw knikje beantwoordt, heb je een prijs en dan zoek je samen een beschut plekje op en dan doe je de daad. Je zoent niet. Als je klaar bent, trek je broek op en ga je weer weg. Hij stopt even om een slokje wijn te drinken. Soms duurt het bijna een kwartier, maar het kan me ook wel voor dat ik een uur moest ronddattelen voordat hij zag dat we aanstond. Dat is vervelend, want zoveel tijd wil ik er niet aan kwijt zijn. Maar daar had ik wat op gevonden. Ik liep tegen de klok in. Dan zie ik mannen al van... Ik zie mannen dan al van ver aankomen en dan kan ik wat langer naar ze loeren. Uiteindelijk staat Erika woest op en verlaat de kamer. Nou ja, ik ga het vanavond proberen. Ja. Ik liep tegen de klok in. Je snapt echt niet? Nee, dan loop je van rechts naar links. Dus het is hetzelfde als met dat buitenaards leven van vorige week. Je zit jezelf de hele tijd voor gek. Ja, nou, ja, en dan moet ik het uitleggen en dan zeg je dat het niet klopt... omdat je niet begrijpt wat ik zeg. Hij liep tegen de klok in Kijk, de domme nou, moeten spreken. Als al die homo's die lopen zo. Hmm. Ja? Ja? Die lopen rondjes. Ah, ja? En dan loop jij En als jij dan er tegenin loopt, dan loop je ze toch allemaal tegemoet. Dus dan zie je er meer dan dat je meeloopt. Ja. Ja, ik weet het niet hoor, maar het is godverdomme... alsof ik af en toe met een kind van 6 hier aan tafel zit. Hij vond het verschrikkelijk dat wij hem Lady Chief noemden. Hij vond het verschrikkelijk dat wij hebben verteld... dat hij met zijn huurder lag te wippen. Huurster lag te wippen. En dan gaat hij zelf de Juice Channel uitlopen hangen. Dat vind ik een beetje hypocriet. Maar wat willen ze nou... Wat is hier nou... Hij gaat naar een seksparkeerplaats en zijn vrouw weet het. Wat is nou de scoop? Ja, niks, maar dat was nog niet bekend dat hij naar van die parkeerplaats ging. Dat Wacht even, Carolien. Hij is getrouwd met een vrouw. Die vent is zo ruig als een deurmat. Die heeft de pijlers van homoseksualiteit zo'n beetje heeft die uitgevonden. Die man is van de Griekse grondbeginselen. Dat die man geen stoma heeft, is onbegrijpelijk. Dat is een flikker van hier tot Tokio. Dat is een nicht als een knol. Ja. En die is dan getrouwd met een wijf, met dat Rotterdamse accentje. Die een beetje saai loopt te doen. Wat gaat die vent dan doen dan, denk je? Ja, die gaat op zoek naar pielermuizen. Ja, maar dat hoeft er niet in een bos. Dat is het nieuwtje, dat hij dat in zo'n bos doet. Dat doen al die flikkers toch? Ja, nou ja. Dat is toch het mooie juist van homo's zijn? Dat als je denkt van ik heb zin om te neuken, dat je naar een bos rijdt. Ja. Hier is wel op gereageerd in de... Come on! En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom zie. Ja, op die nieuwe website van ons, hè, met die nieuwe schrijver, de commands. Oh, en de website ziet er ook mooi uit. We hebben een vernieuwde website. En we hebben dus ook een nieuwe schrijver. En de commands staan weer aan. Dus ga er een keer heen. Rollenplaat.nl. En wie heeft je dat al reageert? Floris Weijers! Nou ja, dat verwacht ik dan niet. Ja. Zie je vanavond, Amies, even de geleende Bugatti van Autotron vel maken. Uiteraard boet mijn knaapje Rick van Stip de vlekken uit de bekleding. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, er is een tijd geweest... dat ik moeite had met de commands. Ja. Omdat ze vaak vervelend waren. Dom. Humorloos. extremistisch. Ja. Maar dit is gewoon leuk. Dit is leuk. Floris, blijf gewoon reageren. Weet jij wie die Rick van Stipt is?
Ja, dat is die boenmaat van hem. Vind je dat leuk, die Rick? Nou, weet ik niet. Ik weet niet of je het leuk vindt, want het enige wat ik wel heel grappig vind... Ja. is dat Floris daar naar een opening ging. Ja. En die werden zo verschrikkelijk lam dat hij eruit is gezet. Ja, net zoals op ons feest. Ja. Ja, ja, maar ik vind die Rick van Stip, dat vind ik nou echt een voorbeeld van een proleet. Dat is echt een proleet. Ik ken de man niet. Rick die heeft een oude poetsbedrijf en die doet er maar alles aan om in beeld te komen. Ik ken de man niet, maar als je mode wil poetsen, is dat goed hoor. Maar jij vindt het wat extremistisch. We hebben, kijk, het mooiste is, we kunnen nu op die reacties monetizen dat bepaalde woorden niet mogen. Want we hadden bijvoorbeeld ook een stuk geschreven over Jade Anna. Nou ja, Jade Anna. We Marijn. Ach, die had gewoon een foto van haar geplaatst. Ja. Een stukje bijgeschreven. Ja. En 3 negatieve reacties eronder geschreven. Van mensen vonden het de voordeur te ver gaan. Waarop reacties kwamen. Misschien vind je die ook leuk. Kom als! Van Jack de Rekker. En die reageert. Misschien is het ook op de nieuwe site. Jade Anaal. Even lekker die bruine tunnel inglijden. Vinden ze heerlijk hoor, die wijven. Eerst met het vingertje erin. En dan hop, zo die leuzen naar binnen drukken. If it don't fit, force it. Yes. Ja, dat is de reden waarom ik dus ooit heb gezegd dat het uit moet zetten. Ja, vind niet en jij maar iedereen bellen. Ja, hoe kan het nou? We worden niet opgenomen in Google. Dit en dat en dat. En jij vindt dit mooi. Ja. 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 Nou, Luc kan het niet meer. Jij wil van 2 wolletjes eten en dat is niet voor het eerst. En daar reageert ook Smegma Soldaat. Smegma Soldaat. Ja. Nou ja, ja. Okay. Die reageerde daarop. Goed voorbeeld voor de jeugd zo'n over het paard getilde sperma hebben. En dit wordt nu tegenwoordig gemonitord. Ja. Dit is gemonitord. Ja, nee, nu wordt het gemonitord. Oh, dat was... Doos werden deze. Ah, toen nog niet. Okay. Nee? Ik vind het grof en onnodig. Maar dan nog heel even wat over... Wat is dit? Over 4 jaar ging wat mis. Ik moest wat kaartjes scheuren. Nog even over Wilfried en Vandaag Insight. Vandaag Insight heeft nu wat nieuws. Nieuw in de webshop. Vandaag Insight Screen Protectors. En die kun je dan voor €35. En die protectors doorzichtig. Maar dan zie je nog wel de plaatjes van Wilfried, René en Johan. Die zie je dan altijd op je scherm. Voor €35. Dat is een plastic... Dat is een plastic, ja. Plakketje. Ja, ja, ja. Voor €35? Ja. Nou, ik vind dat het leven tegenwoordig heel erg duur is door D66. Maar €35 voor een plastic plakkertje voor je raampje van je telefoon. Vind ik een beetje. Ja, waar je daar niet eens meer goed door kunt kijken, want dan zie je die plaatjes van die heren erop staan. Nee, maar kijk, ik snap echt wel dat je geld wil verdienen. Kijk, wij doen ook vreselijk ons best om ons hoofd een beetje boven water te houden. Ja. Dus vandaar dat we bijvoorbeeld dit soort leuke shirts hebben in de shop, Rollenpaten Shop. Ja. Maar echt onzin moet je dan niet aan de man brengen. Dan moet je mooie producten aan de man brengen. En daarom, jij weet het nog niet, Jan, hebben we deze week een goed, gloednieuwe kledingrijn. Helemaal naar jou ingericht. En dat doen we niet alleen. Het is een mooie samenwerking met... Ja, 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 ja. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ja, want wij willen geen onzin naar de man brengen. Nee, wij willen mooie producten op roddelpraat.shop. En wat dacht je van een samenwerking? Ja. Pharrell Williams heeft bijvoorbeeld ooit met Adidas een samenwerking gehad. En dat liep als een trein. Wat zeg ik? Ik heb die schoenen nog steeds. Maar wij hebben nu een prachtige samenwerking met Jensen.shop. Want ik had die mensen van de week aan de telefoon. Want die waren helemaal gecharmeerd van de uitzending vorige week. Nadat jij toch wel vertelde dat jij af en toe contact hebt met... Met het buitenaardse. Dat jij af en toe, dat jij je vertelde en oreerde van, er is leven buiten aarde. En toen werd ik gebeld. En ik denk, nou ja, dan moeten we dat ook doorpakken. Want ja, goed, inderdaad, je moet hard werken om je oren boven water te houden. Dat doen wij dan ook. De buitenaards levenlijn. Met Robert Jensen en Roddelpraat. Nou ja, je ziet hier het gezicht van de campagne. dat ben jij. Met een aluminium hoedje. En dit hadden ze nog van de kermis in Bergen. Want die hadden mensen niet omgegooid met een balletje. Dat jij erboven hebt hangen. En dan hebben we 2 opties. Voor de mensen die met jou in zijn, maar niet met jouw gezicht willen lopen. Loop je met buitenaards leven bestaat.
shirt of gewoon de aliens bestaan. Ja. Jouw hoofd erboven. Jan, heb jij deze week nog visioenen gehad? Vertel eens. Ja, maar ja. Ja, of wil je nog wat zeggen over vorige week? Nou, kijk. Ga je wat vertellen? Ja, ik ga wel wat vertellen. Komt-ie. Ja. Kijk, maar je weet nou wat het problematische van dit soort dingen is. Ja. Nou, is dat... ja, Jensen vet zijn... Nee, jij volhardt in een bepaalde domheid. En dan moet ik me dan tegen verdedigen. Dat is heel lastig. Ja. Kijk, het hele verhaal is dat ik zeg dat het nogal... Nou, het wordt wetenschappelijk onmogelijk geacht om te zeggen dat wij de enige levensvorm zijn binnen het hele al. Omdat we het hele al helemaal niet kunnen inzien. Boep, 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 boep. En dat jij dan daarvan maakt dat ik praat met Marsmannetjes. Ja, dat is dan jouw niveau. Dat is een beetje het niveau van dat busje wat jij nou speciaal onderwijs hebt gebracht. Ja. Ken jij ook die film Cowboys vs. Aliens? Nee, die ken ik niet. Ja, hoe gaat dat? Dat is zo'n Etienne Sum film. Dus zie je, dus rond mijn geboorte, jij van die cowboys. En die varen zo en dan ineens... Die varen? Nee, die lopen met de paarden. Ja. En dan ineens lucht allemaal aliens. En die schieten op de aarde. Is er uit te sluiten dat er uitsluiten, hè? Dat er ooit, zoals bij Cowboys vs. Aliens... Etienne Sum film, zoek hem op. Ooit aliens uit de hemel brengen die ons gaan beschieten. Kun je dat uitsluiten? Nee, dat kun je niet uitsluiten. Ja, dat kun je niet uitsluiten. Dan kun je maar het beste... Alvast die kleding aan hebben. Ja, dan ga je niet helpen dan. Ja, wat? Nee, dan ga je ook niet helpen dan. Nee, ik ga het niet helpen. Maar het erg is... Oh, het is zo erg. Het heeft namelijk te maken met een wetenschappelijke opvatting, of niet? Dan gaan we naar de boodschappen, Jan! Reclameblokje. Ja, het reclameblokje. En daarin gaan we naar de kern van dit programma. Want de kern van het programma zijn jullie degene die het mogelijk maken dat roddelpraat kan bestaan. Wij zitten hier, de ads staan uit, alles helemaal niets kan meer. Weer een overeenkomst met Jensen, hè? Die heeft ook geen ads, die is ook afhankelijk. Ik was even naar de kern van het programma aan het gaan. En daarom hebben we jullie steun dus keihard nodig om dit programma te kunnen blijven maken. Voor slechts 5 euro per maand kunnen wij door met dit programma. 5 euro per maand zorgt ervoor dat wij hier kunnen blijven zitten. Dat jij kunt blijven genieten. Omdat wij, ja, het programma is niet commercieel genoeg om onszelf overeind te houden. Nou ja, liever gezegd, we zijn uitgezet door de leiders van YouTube. Dus we kunnen daar ook geen geld mee verdienen. Dus steun ons, zodat we dit kunnen blijven maken. En wat we toch iets terug willen doen, een kleine geste voor hetgeen wat overblijft van deze opname. Die rollen we op en die gooien we om donderdag 6 uur in jouw doosje. Om toch, ja, iets terug te doen voor jullie steun. Ja, dan krijgt u een handgeschreven mail van onze Jan. Met daarin de onderwerpen die we niet kunnen uitzenden in de reguliere uitzending. Dat kan zijn omdat dat niet op YouTube mag. Dat kan om allerlei redenen zijn. Maar dat is dikke mik, dolle pret met onze Kevins. Zeker. Ja, die mooi krijgt gezegd. U dan in de mail. Daar zijn we u heel dankbaar voor. Zeker. Overweeg dat is om te doen. Zeker. Want u doet een goede daad. Ja, ja. En wij kunnen door. Daarom. Dan gaan we naar het praatje over de zonnepanelen. Oh. En dat kan via janendennis.zonenergie.nl. Daar strijden wij ook voor ons behoud door middel van paneeltjes en airco's. En niet alleen voor het klimaat, want dat kan ons gestolen worden. Maar juist voor uw portemonnee. Zonnepanelen op het dakkie, geld in het zakkie. Want laten we wel wezen, de zon schijnt. Ja, de zon schijnt. En dus hoef je minder energie te betalen. En dat scheelt bijzonder veel geld. Dus ga naar janendenniszonenergie.nl en bestel die mooie paneeltjes op het dak. Ja, mocht je nou... Geen geld hebben? Ja, mocht je nou geen geld hebben, maar wel zonnepaneel willen om die rekening omlaag te krijgen, hebben we daar ook een oplossing voor. Dan krijg je ze door middel van een financiering. Dan worden ze geplaatst en betaal je dat maandelijks af. En die kosten zijn al lager als dat je anders had betaald aan de rekening. Hoe mooi is dat? Ja. Dus ook arme mensen kunnen bij janendennis.zonenergie.nl
aan de pareltjes komen. Ja. En als je het tyfus heet hebt in je slaapkamer, koop een airco. Als je in een huurwoning woont, kan dat niet. Nee. En in een appartement vaak nee, ook niet. Nee, kan wel. Maar dan moet je het met je huurbaas overleggen. Ja, dat kan het nog steeds. Ja, maar die zegt er vaak niet. Nou ja, als je zegt voor je eigen kosten, dan kan het weer wel. Ja, ja. Nou, is dat een dag voor jou? Nee. Nee, dat bedoel ik. Ja, en dan hebben we nog even gauw een nieuwtje van volgende week. He, want volgende week krijgen wij... nee, niet volgende week. He, verdikke me. Wij krijgen een hele grote gast op bezoek bij Roddelpraat. En dat gaat gebeuren op 19 september. Oh. Dus 20 september. Oh. Zie je hem dan. Heel vaak om gevraagd. En daar komt hij. Wat heeft u om uw nek? Huh? Ha? Waarom heeft u twee koptelefoons? Oh, dit is geen koptelefoon. Dit is zo dat er. Het is een soort van ventilator die lijkt op een koptelefoon. Werkt het? Ha? Huh? Werkt het? Ja, het werkt goed. En werkt u? Ha? Ja, Bender. Ja. Hij komt heel veel langs. Ja. Op de socials. Ja. Ik geniet ervan. Ja? Het is een soort junior poont vroeger. Ja. Ja, ja, dus ja. Net eventjes die linkse mensen even een paar tikkies geven dat ze uit hun evenwicht zijn. Hartstikke leuk. Hè? Hè? Ja. Hartstikke mooi. Die zat vroeger bij jou op school waarschijnlijk. Hè? Hè? Ja, subjectiefes. Ik kan me niet verbazen. Had je wel. Bij ons op school. Ja, dat geloof ik. Ja. En wij kunnen dat soort grote gasten krijgen door uw donatie. Zo is het. Nee, ik hoef voor niks. Oh, fijn. Nee, dat is wel leuk, joh. Moet blijken. Ik weet ook niet hoe oud hij is. Ik moet morgen met zijn broer bellen, maar dat gaat goed komen. En dan gaan we naar de shop, de Jensenlijn. De Jensenlijn of de Basic Vetlijn. En als u nou iets van de buitenaars levenlijn doet, dan krijg je zo'n aluminiumfolie hoedje erbij, gekneden door Jan. En dan gaan we naar het... het was vroeger het stuk ook al een keer. Niet meer. Maar het werd zo'n denderend succes. En gigantisch denderend succes. En daarom heet het nu het... Stuk... Nee. Het afbouwcollectief. Punt. NL. En dat doen ze van alles. Van namelijk afbouwen, doorbouwen, verbouwen. Latex spuiten, stukken, buitenstukken, zwembaden ingraven. Buitenkeukens. Heggen. Parkeerplaatsen. En... Is het wel het afbouwcollectief? Ja. Ah ja. Afbouwcollectief. Ja, het afbouwcollectief! Het afbouwcollectief, want ze zijn zo groot geworden door Roddelpraat. Die hebben we zelf bijna gaan overgehouden. Dat zij nu helaas zo groot zijn met dat ze alles kunnen. En wilt u, hebt u nou ook een bedrijf, wilt u ook groot worden? Zodat we nog eventjes door kunnen. Hebt u dat niet, wordt dan alstublieft donateur. Maar anders dan kunt u mailen naar dennis@roddelpraat.nl. Wellicht kunnen we u ook zo groot maken. En de acties dan van het afbouwcollectief. Buitenstukken van wanden van €95 naar €80. Dat is niet veel. Vierkante meter. Latex spuiten van €12 naar... €8 aan de vierkante meter en dat is niet veel. Hè? Hè? Plaatsen van een nieuwe badkamer voor maar... €5.000. Hè? Stukken van wanden van 1950 voor maar... €14.50 en ook dat is niet veel. Nee, en dan gaan we naar het... Warmtepomp. Collectief. Oh, warmtepompencollectief.nl. Die man zegt dat hij jou daar iets over heeft opgestuurd. Ja, het was heel langdradig. Ja. Maar waar het op neerkomt. Ja. Er zit gigantische hoeveelheid subsidie nu op die warmtepompen. Dat neemt ook alleen maar toe. Okay. We hebben in Nederland nu ook de grootste warmtepompenhybride. Zelfs op dingen worden nu gebouwd. Die is net geopend door Jetten en die andere Hoekstra gelul. Maar in ieder geval, Nederland gaat massaal aan de warmtepomp. En de overheid wil dat. Dus die pompen daar, ik weet niet hoeveel geld in. Dus daardoor wordt het steeds goedkoper om een warmtepomp te bestellen bij warmtepompencollectief.nl. Ja, waarbij andere de wachttijden voor een levering zijn, kunnen wij ze gelijk plaatsen. Gelijk plaatsen. Ja, en in het nieuws is geweest, nou ja, dat nieuws heb jij doorgesteld. Ja, dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de nieuwe standaard zijn. De nieuwe standaard. Dus neem ze, dat scheelt enorm veel geld in je portemonneetje. Heb je nog een actie daaromtrend? Een warmtepomp heb je al in huis hangen vanaf slechts €3.750. Dat is niet veel. Maar hiervan krijg je €2.400 terug aan subsidie. Dat is veel. En dan betaal je het eigenlijk maar €1.350. Nog minder. Nee. €1.350. En dan kan je verschrikkelijk besparen op je energierekening. Met zo'n heerlijke warmtepomp van warmtepompcollectief.nl. Kat hier in het bakkie, piemel in de zakkie. Goed, en dan...
dan gaan we naar Blogmama. Blogmama. Jan, jij stuurt het naar mij door. Ja, ik heb Blogmama wel eens een keer gezien in een filmpje waar ze, nou ja. Ja, dat heb ik je wel eens verteld, toch? Dat ze dan gaat ze squirten. Ja. Ja. Ik vind porno kijk niks aan, dus ik zie dat niet. Ik vind die vrouw ook niks. Ik moest om die vrouw contact te krijgen. Ooit op haar website zie je al die rommel. Ik vind het echt rommel. Zwanger. Ja, maar jij zou me dan niet vertellen dat jij die vrouw zo bepotelt. Ik? Ja? Nee. Nee, ik wil net zeggen. Ik vind haar super. Nee, maar ik bepotel haar niet omdat ze hartstikke gek is. Ja, en een snol. Maar nou, snol maakt me niet zoveel uit. Want ik heb helemaal geen probleem om snollen te naaien. Maar het gaat me meer om. Ik heb een wijze les van mijn vader geleerd. En die zei, never stick your dick in crazy. Dat vind ik knap voor iemand die zijn speeltuin beheert. Dat hij met zulke uitspraken komt. Al dus de zoon van een kaarsboer. Ja. Het was die woont naast de speeltuin. We hebben een belafspraak. Oh, leuk. Blog Mama. Ah, dat vind ik leuk. Ja, vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. En lijkt me ook zo'n vrouw. Dan ga je dan stiekem een keer mee en die zegt dan aan de beelden zijn en dan is ze ineens zwanger en ja. Dan moet je alimentatie nabetalen. Dat ziet ze als ze verdienmoeder. Hoi, met Cynthia. Hallo Cynthia, met Dennis en Jan met Rotopraat. Hallo. Ja, we hadden net verteld dat jij zwanger bent en hoe leuk we dat vinden. Ja, zeker. Ik ben ook helemaal blij. Nou, kom maar eventjes naar mij. Hi Cynthia, hi, met Jan. Hi. Je bent zwanger, hè? Ja. Nu heb je het er vaak over dat je door Jan en alle mannen wat volblaffen. Dus weet je eigenlijk wel van wie het is? Ja, gelukkig wel. En van wie is het? Het is van iemand die niet van Dennis of die verslaggever van Poont. Die zijn allemaal voorbij gekomen. Het is gewoon iemand uit mijn omgeving. Oh, uit je omgeving, de buurman dus. Je hebt ook een relatie. Ja. Heb je een relatie met diegene? Nee. Oh, dus die kwam alleen langs om eventjes wat toeïden in jou te pompen. Ja, ik had gewoon heel erg een kinderwens. Ik dacht, ik pak gewoon een leuke jonge man. En nee. We hebben er wel goed over nagedacht, maar we hebben geen relatie. Oh, wil hij wel vaderschap op zich nemen? Ja. Oh, dat wel. Dus hij wordt wel van afstand een vader. Ja. Gaat hij betalen? Heeft hij dan ook gelijk gevraagd of jij je filmpjes van Pornhub af wil halen? Nee. Oh. Nee, dat blijft gewoon. Nou, hartstikke leuk. Gaat hij, Dennis is altijd heel erg bezig met financiën. is hij van plan alimentatie te betalen? Ja. Nee, hij hoeft geen alimentatie te betalen. Ik kan prima gewoon zelf alles betalen. En ik vind ook, kijk, weet je, ik ga het ook zelf opvoeden. Hij krijgt wel een rol, maar we hebben nooit in één huis gewoond. Ja. Dus dat vind ik niet zo netjes om dan achteraf te gaan zeggen, ga maar betalen. Weet je, dan hadden we ook gewoon iets samen moeten delen. Voorbeeldvrouw. En zo zijn nog maar heel weinig vrouwen die niet mannen volledig uitkleden en een grote mond hebben. Applaus voor jou, Cynthia. Je bent geen voorbeeldvrouw, maar je eist niet het onmogelijk van mannen. En er zijn er maar weinig vrouwen zoals jou. Duimpje omhoog. Zoals jij. Maar je zegt net een voorbeeldvrouw. En dan zeg geen je voorbeeldvrouw. Geen voorbeeldvrouw. Is nou een voorbeeldvrouw of geen voorbeeldvrouw? Ja, maar niet zo'n poentrekker als die ex van jou. Nee, het is geen poentrekker, maar het is wel. Cynthia, je hebt natuurlijk wel een beetje last van geilheid. Ja, het libido is heel hoog tijdens de zwangerschap. Dus ja, dat is wel. Dus ik blijf gewoon lekker filmpjes maken. Gadverdamme, dat vind ik een beetje smerig. Nee, dat vind ik echt een beetje vies. Ga je dan ook heel hard in je tieten knijpen zodat het melk tegen de camera aan spat? Nee. Oh, dat vind ik zo smerig. Ik ben niet zo van de moedermelk en zo, nee. Nee. Succes met de zwangerschap. Ben je een hele goede ik denk dat gezien de hoeveelheid lullen die je hebt gehad, de bevalling gesmeerd gaat lopen. Ja, ik denk dat ik het. Twee keer kuchen en het kind sodomiet het op de grond. Ik denk dat het kind er gewoon uitspuit tijdens een video opnemen. Oh ja. Oké, dankjewel. Dankjewel, dag. Gadverdamme. Oh. Wat erg. Oh, vooral die laatste zin. Ja. Oh, het is heel erg. Oh, het is heel extreem. Oh, wat erg. Weet je wat mij wel eens werd verteld? Zeg maar dat, zeg maar. Je hebt zeg maar dat bij een vrouw, ja, drie graden. Je hebt de poepen, de plassen en de vulva. Waar je dan seks mee hebt. Ja. Maar waar het uitspuit is dan wel hetzelfde gat als waar het kind uitkomt.
Volgens mij is de meerderheid van dat spul gewoon pis. Urine, ja. 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 Dus stel, ze heeft ook nog tijdens de bevalling diarree, dan komt het alle gaten wat. Dat is een mooie aanname. Ja, ja, hè? Verschrikkelijk. Ja, het was echt... Hoe verzin je het? Ja, maar ik vind... dat is ook ziek dat jij dit verzint. We zijn bij de afsluiting. Ja, en dan hoeft u nog niet echt afscheid van ons te nemen. Want voor de echte helden, de echte Kevits... Morgen in je mail. Ja, ja. De extra in je doosje om 6 uur. Heb je dat nog niet, dan wordt het een keer tijd dat je dat wel doet. En trouwens, als je hem doorgestuurd krijgt, is dat hartstikke leuk, hè? Parasiteren op een ander. Maar ja, dan wordt het wel lastig dat wij dit programma blijven maken. Dus neem ook zelf eventjes een donatie, een donateurschap op je. Ga naar rollenpraat.backme.org voor 5 eurotjes per maand. Dan kunnen we dit programma maken. En dan krijg je ook wat terug. En dat is die extra. Godverdikke, doe het nou eens eventjes. Ja, de link staat hieronder. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot volgende week.